Ja, we zijn een vereniging die reeds ongeveer van het jaar 91, denk ik, elk jaar naar Roemenië trekt. En wij hebben daarvoor centen nodig, niet om te reizen, want de reizen betalen wij zelf. Maar om nog altijd klederen te zenden naar behoeftigen die wij nog altijd vinden. Maar ook om een aantal projecten op te zetten. We hebben zo in het verleden al een aantal projecten gerealiseerd. Maar nu zijn we met een groep Nederlanders bezig om iets op te zetten in Haranglap. Haranglap is een nederzetting. Ik weet dat het bij Roemenen soms niet zo sympathiek klinkt, maar van de Roma, van mensen die daadwerkelijk leven als een, ja, ik zou bijna zeggen als dieren. Bovendien hebben wij nu in Tirnavin gehoord dat er een kliniek is waar dat er kinderen zijn die werkelijk door de ouders achtergelaten zijn. En wij gaan daar nu, enfin, niet ik, maar drie van ons, gaan daar deze week op prospectie om te zien als er daar hulp kan geboden worden aan kinderen die werkelijk nog, zoals vroeger beschreven werd in Roemenië, nog altijd in een penibele situatie zijn. Hoe weten we dat? Omdat er een dame die wij kennen, of die de Nederlandse groep kent, daar met haar kind naar de kinderkliniek geweest is en daar een nacht verbleven heeft in de kliniek. En dan een hele nacht hoorde dat kinderen, meerdere kinderen, aan het wenen waren en bleven wenen. En dan heeft zij gevraagd, wat is er hier juist gaande? En dan bleek dat inderdaad in de kliniek, en er is niemand die die kliniek voor die kinderen helpt. Nog de Roemeense staat, nog enige vrijwilliger. Dus wij gaan nu kijken, volgende week, als er daar hulp kan geboden worden. En als dat kan, dan gaan we daar zeker iets voor doen. Ik wil alleen maar zeggen, wij gaan niet alleen naar Roemenië, of Roemenië is voor ons niet alleen hulp bieden, niet alleen ajutor. Nee. Het is evenzeer amicitie. Nee, we hebben daar veel, veel vrienden. Op mijn Facebook, kijk op mijn Facebookpagina, de helft van de vrienden zijn geen Belgen, meer dan de helft van de vrienden zijn geen Belgen, maar zijn nog wel Slovaken, of zijn nog wel Oekraïners, maar het meeste ervan zijn Roemenen. Roemenen van Zamfira, de folklorische groep van Zamfira. Ja. Maar dat zijn Brusselaars, dat zijn bijna Belgen, maar ook Roemenen van Brasov, van Rastolica, van overal. En dagelijks heb ik boodschappen van mensen uit Roemenië en ik moet zeggen, heel vriendschappelijk. Bovendien moet ik zeggen, onze groep is wel geïnteresseerd in de evolutie van Roemenië. Ik bijvoorbeeld volg elke week 2-3 keer Romania Insider, waar men berichten heeft en waar men vaststelt dat Roemenië een zeer goede evolutie aan het doormaken is. En zelf in het eerste trimester, van 2016, het hoogste stijgingspercentage van de economie heeft van de hele Europese gemeenschap. En daarom zeg ik, proficiat Roemenië, wij houden van u en doe zo voort. Dank u wel, Jorgen. Voilà. L'evenimentul anual pe care îl organizează Crosti Romania l-am reîntâlnit, pentru că de fiecare dată, de fiecare an îl întâlnim pe Ioan Darie și familia sa. Bună ziua, Ioan! Bună ziua! Spune-ne, cum vă implicați voi în acest eveniment și de ce veniți în fiecare an? Eu locuiesc aici de 24 de ani și la început căutam socializare cu belgieni, români și atunci m-am implicat că am văzut că vor să facă bine pentru România, să ajute săracii, să copiii orfani, au construit școli și hai să participăm și noi. Cum participați voi direct? Soția ta este implicată direct aici, dă o mână de ajutor, dar și tu bănuiesc. Eu mai mult babysit fac acum, că mai am și copil mic, dar facem și noi torturi, facem, ajutăm la triat de haine, la activități care ni se cer. Trebuie să ajutăm, să facem și noi ceva bine, nu? Sigur că da. Viața asta, dacă numai pentru noi, atunci nu e bine, nu ne simțim bine. Și vrem să ajutăm, să facem câte mai multe. Care este mesajul tău și care pentru acești oameni care se implică și care sunt regi? Vreau să vă spun că am cunoscut atâta căldură în Belgia la oamenii care se implică și vor să facă bine pentru alții,
cam avut de învățat. Venind din România, care era mult mai personalizați, așa, și am găsit o căldură sufletească într-o familie foarte mare. Suntem mulți, suntem nu știu câți așa pe număr, dar suntem foarte mulți care se implică și vor să ajute și să facă bine. Asta este mesajul, care trebuie să facem bine tot timpul. Și să fim solidari. Să fim solidari, da, să fim, să participăm la orice, să fim activi, să facem bine, da. Mulțumim, Ioan, pentru implicarea ta în cadrul Asociației Cross to Romania și, de asemenea, pentru că ești alături de românii din România, alături de belgienii de aici și alături de românii de aici din Belgia. Mulțumim. Eu vă mulțumesc și vă invităm la Cross Romania în fiecare an.